Ik denk dat Leo van Broek als vijfde Vlaamse bouwmeester heel Vlaanderen en eigenlijk ook mij toch tot besef heeft doen komen dat al onze problemen vandaag in zaken klimaat, energie, mobiliteit enzovoort, dat die samenkomen in onze ruimtelijke ordening of het gebrek daaraan. Dat is toch een man die aardig de stok in het hoenderhok heeft weten te werpen. Met die eenvoudige vaststelling nog eens van, we hebben nog ongeveer 3% echt natuur in Vlaanderen. 3% zegt iedereen. En die zijn aan het afkalven aan rato van 12 voetbalvelden per dag. En dan beseft iedereen wel dat er iets moet gebeuren. En wat wij hebben proberen doen in de film, is proberen te tonen dat die oplossingen eigenlijk niet minder levenskwaliteit gaan brengen, maar net meer. Groenere steden, aangenamer steden, leefbaarder steden, meer publieke ruimte. Dus eigenlijk winst in plaats van wat iedereen altijd denkt, hè, verlies. En het idee van de vijfde gevel is misschien ook nog wel echt de missing link, zowel in architectuur, maar ook in onze beleving van de stad, vind ik toch echt interessant. Omdat we denken nu vooral, vijfde gevel, oké, die zonnepanelen moeten daarop komen. Maar de zonnepanelen van de toekomst zullen ook gewoon ons dakpannen zijn, in ons dakpannen. Dus dan zullen we die gevels ook nog kunnen gebruiken gewoon om bijvoorbeeld water te bufferen, wat aangenaam zal zijn. Nee, wat belangrijk zal zijn, maar wat ook aangenaam zal zijn, om daar die natuur te maken waar voor de rest amper plaats maar nog lijkt te zijn. We hebben 3% natuur nog ergens in Vlaanderen. Waar gaan we die bij maken? Nou, eigenlijk goed gezien. Als we het land hebben volgebouwd, op die daken, daar kunnen we onze nieuwe, moderne tuinen maken. Vind ik een cool idee.